De nieuwe betonnen zwemtrap van de stichting Achterdam is gestort. De hele ochtend zijn de mannen van Trip Hek bezig geweest om het eerder geplaatste houten karkas te voorzien van beton. En dus is de ingebruikname van de nieuwe zwemtrap weer een flinke stap dichterbij. Het moet dan uitharden en dan duurt het een dag of vijf voordat je erop kunt lopen. En dan willen we eigenlijk wel dat zo snel mogelijk dat de mensen daar gebruik van kunnen maken. Want de leuning komt later, want die moet nog gemaakt worden en dat duurt 6 tot 8 weken. Dus dan zorgen we eerst dat de trap helemaal klaar is en geopend. En dan later zien we wel wanneer we die leuning erop kunnen zetten. Het beton is niet in de standaard grijze uitstraling die je van beton verwacht, maar juist iets bruiner. We hebben dat aangepast aan de kleuren van de stenen. Want als je aankomt varen is dat heel lelijk als daar zo'n lichte betontrap ligt. En het is een Rijksmonument, deze dam, dus dat is zonde om dat een beetje te vernielen. En ook de leuning die wordt donkerbruin, daarom dat hier dus ook niet opvalt. Nee, dus als je op de boot zit, dan kan je er gewoon langs varen en denk je niet, oh, daar zit ineens een nieuwe trap. Nee, wat hebben ze daar gebouwd? Nee, dat willen we wel proberen. En het is nu nog donkerbruin, maar straks ligt het wat op als het wat droog wordt. En het zal een beetje aangroeien misschien, dus het ziet er dan een beetje natuurlijker uit.